Loopt hij? Ja. Ja, dus ja. Het was wel hartstikke leuk. We hebben heel veel gezien. En waar zijn we geweest? Timmerij. Ja. Kaas maken. Ja. En met andere dingen, met schroefjes en dat soort dingen allemaal. Maar hoe heet dat allemaal? Ja, weet ik niet meer. Industrie. Oké, dan gaan we verder naar de volgende van de deelraad. Bedankt, Edgar. Dankjewel. Ja, dan ben jij het, hè? Hij doet het nog druk. Ja, toch? Ja, dat is leuk. Ik vond het ook heel leuk. Jij vond het ook heel leuk? Ja. En wie heeft jullie de rondleiding nou gegeven? Fred. Ja. En hoe heet mijn begeleidster? Ik weet het. Ik vraag aan Tim, niet aan jou. Hoort zo. Nou, vertel Edgar. Sandra is toch? Ja, goed zo. Ja, Sandra, toch? Gaan we verder naar Fred. Nou Fred, vertel, jouw werkplek. Ja, ik vind dat wel spannend. Om de eerste keer met een hele grove aannemer die wil naar de industrie de hond te begeleiden. Ja. En hoe is het gegaan? Ja, ging goed. Ik kreeg heel veel complimentjes. Ja, het was ook super leuk, hè? Ja. Wel in de camera kijken, hè? Oh, daar. Niet de eer, dat is naar de camera. Gaan we naar de volgende, Dick. Wat heb jij allemaal gezien? Ik vond het een hele interessante werkplek. Ik heb mijn wereld kunnen verbreden. Ik heb een hoop gezien. En ik verbaasde me vooral over de ruimte die ze daar hebben. Wat was er met de ruimte? Ja, gewoon dat het zo groot was. Dat had ik niet verwacht. Daar was ik verbaasd over. En het was verder gewoon allemaal netjes geregeld. Zag er netjes uit. Ik ben ook wel eens in een bedrijf geweest. Had ik denk, wat is hier gebeurd? En dit was gewoon ja, netjes. Zo zie ik het graag. Ik hou van netjes opgeruimd, duidelijk. Ja, dat was wel mooi. Dat is heel interessant om dat mee te maken, absoluut. Mooi. Gaan we naar de volgende? Dat was een goede rondleiding. Nou, ik vond het heel goed. Ik vond het heel goed dat daar toe zijn geweest. Het is ook wel belangrijk om te zien wat mensen kunnen. En ja, staat helemaal stil van. Ja. Ja. Ze konden mooie dingen maken. Ja, mooie dingen. Ja, alle sanieren en met kaas maken die allemaal in de kaas zetten. En houtwerken vind ik ook heel knap dat ze het kunnen doen. Ja. Nou, dankjewel Armin. Ja. Nou, Margriet, vertel eens over de kaarsen. Wat vond je van de kaarsen? Vond ik heel erg leuk om te zien hoe ze dat maken. Ja, hè? Wil je nog meer vertellen over de kaarsen? Nee? Nou, Jantien. Ik vond het heel interessant. En voor Fred een petje af voor de rondleiding. En ik vond de houtgroep wel indrukwekkend. Ja, wat vond je daar indrukwekkend? Dat ze dat zo mooi kunnen en dat wil ik ook wel. Ja? Ja. Nou, mooi.